kreeg gisteravond een hoofdluisteralarm. Zo hoog. Want ik heb niks aan. Ik ben heel blij dat ik dit gedaan heb. Want vanaf het moment dat je zo'n alarm krijgt, ik ben echt helemaal... We lopen naar de tennisbaan. We hebben gelijk een beetje een warming-up. Yo, 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 echt een place to be. Welkom bij de nieuwe Luizendag. Ik heb dus mijn haar laten doen. En zo ga ik even douchen. Daarvoor. En nu wil ik even aan het eten. Dat moest even nog. Lekker. Chocoladeklossie. Klein beetje. Klein beetje yoghurt. Gewoon vanille. En dan... Ziet er lekker als siroop doorheen. Zo lekker bij elkaar. En die siroop die ik dus bedoelde is deze. Die is zo lekker. Goedemorgen, het is donderdag. Even helemaal de draad kwijt. Ik kreeg gisteravond een hoofdluisteralarm. Ik zit hem even zo hoog. Want ik heb niks aan. En ik twijfelde, ik ging bij mezelf kijken. Maar ja, dat is bijna niet te doen. Marco lag op bed. Ik zeg, weet je wat we doen? We waren bij toeval allebei heel vroeg wakker. Ik zeg, we gooien dat spul door ons haar. Dan weet ik het eigenlijk zeker. Als er dan wat zit, al is het maar één neetje of wat dan ook. Dan is het gelijk klaar. En nou ja, ik doe het liever voor niks. Dan dat ik dadelijk lijstje in mijn haar heb. Maar daarom zeg ik, je hoeft er maar één. En die kan je net missen. En het is zo vies altijd. Ik ben heel blij dat ik dit gedaan heb. Want vanaf het moment dat je zo'n alarm krijgt, lijkt je hele hoofd te kriebelen. En als je hele hoofd kriebelt, word je daar heel zenuwachtig van. Maar goed, dat voelt nu wel beter. Ik heb dat nu niet meer, omdat het spul... Ik denk dat ik ook meer psychische jeuk... In ieder geval, ik weet zeker dat ik meer psychische jeuk heb gehad. Want anders had je het ervoor natuurlijk ook. Maar die is net zo vervelend... En zelf dat ook elke keer. Elke keer als er zo'n alarm komt, dan gaat ze ook overal krabben. Gewoon bij het idee. Dus dat is wel lastig, want daardoor heb je minder graadmeter of er wat zit. En dat is gewoon het idee. De vorige keer hadden we het in de gaten gaan houden toen er een alarm was gegeven. Alleen omdat je dan vanaf dat moment dat je dat hoort gaat krabben gewoon. Dan, ja, dat zorgt dat je minder snel weet of het wat is. Ik ben echt helemaal eindelijk aan het verzieken. Mila is er ook gezellig. Zij was op tijd klaar. We zijn lekker aan het spelen. En we gaan weer naar school. Wij eten vandaag kipsoep. Dus ik ga gelijk de kip in de pan doen, want dan kan ik die koken. Want ik ga straks met mijn broertje erbuiten, dus dan moet de soep wel klaar zijn. Verder heb ik geen moment deze dag daar tijd voor. Dus ik heb kippenbouten, 2. Die gooi ik in de pan. En die mogen dan even lekker 1,5 à 2 uur koken. Het ligt eraan. De ene keer vind ik hem na een uur dat ik al denk, nou die is echt wel goed. En de andere keer wil ik hem echt 2 uur. De hele tijd bezig geweest allemaal rommetjes op te ruimen. En toen heb ik de soep verder gemaakt. Kijken of het lukt om het te filmen zonder dat de lens verslaat. Ik vind dat het echt zoveel lekkerder uitzien. Als ik het dan edit, denk ik, zo ziet het niet zo lekker uit. Misschien doordat mijn lens verslaat, dat de kleur er vanaf gaat. Oh, en hij ruikt zo lekker. Ik zou nu echt een vlog met geur willen hebben. En nu is het tijd om te kleden. Dat ga ik ook gelijk doen, want ik ga zo zomaar weer sportief doen. Tweede dag per rij. Dat is echt niks voor mij. Oh, wacht. Af en toe zeg ik dingen en dan ruimt het en dan denk ik echt, oh wacht, het ruimt. Dat is heel stom. Op. Dus maar goed, ik wil klaarstaan. Ik baal wel een beetje, want we sporten buiten. We gaan tennissen. Alleen het weer ziet er niet zo heel lekker uit.
En ik had eigenlijk, in ieder geval we hadden gekeken naar wanneer het beste weer voorspeld zou zijn om te gaan. En dat was vandaag. Nou zou het wel dadelijk rond 12 wat zonniger worden. En het, we gaan om 11:30 ongeveer de deur uit. In ieder geval zullen er rond 12 aan het tennissen zijn. Dus ik hoop dat het nog even flink bijtrekt. Blijf in zo'n prop onder zitten. Sport op, sport op. Ik heb ook echt één set sportkleding. Dat is echt heel erg. Ik heb gewoon meer aan, omdat ik te weinig sport. En dat moet ik wel echt meer gaan doen. Het is wel de bedoeling dat we dit vaker gaan doen. Alleen voor de winter waren we eigenlijk een beetje gestopt. Dat heb ik straks nog aan. Dat heb ik mij ook kort even aangehad natuurlijk. Dus het is wel de bedoeling dat we het echt wel vaker gaan doen. Ook met de Nice wandelen wat ik gisteren heb gedaan. En dan toch een beetje sportief. Oké, zo. Dit is wat beter. Ik denk dat ik even een trui van Marco voor de overheen pik. Want zoiets met van die franjes vind ik niet echt handig. De sportoutfit van vandaag. Trui van Marco, die is van Lofty Manor. Daar heb ik onder een sporttop en een sportbroek. Die zijn van Rukanor, geloof ik. Ik weet het eigenlijk niet. En dan mijn guest Sneak Watches. Dus weer tennissen op hakken. Ik ben ondertussen met Orlando. En we lopen naar de tennisbaan. We hebben gelijk een beetje een warming-up. Het zonnetje begint een beetje door te komen. Daar was ik net natuurlijk bang voor. Maar het is nog wel fris. En ik dacht net, ja, moet ik een jas aan gaan doen? Alleen, als het warmer wordt en ik ga ook sporten, dan hoop ik dat het goed komt, want ik vind het fris. Ik heb alles in de boodschaptas gedaan. Ik denk, dan kan ik het droog wegzetten. Want alles is nog een beetje nat. Thuis, oor is net weggaan. En stond nog even te praten. Oh, en ik ben echt even zo gaar nu, maar hoi kort. Top. Ik word morgen weer getaped, dus ik merk echt dat het nu wel weer wat erger wordt. En het weer wordt ook beter. Dus dan worden de pollen ook meer. Maar het ging redelijk hoor. Ik denk dat ik een kwartiertje minder heb gedaan dan ik eigenlijk dacht te kunnen doen. Dus even kijken wat het trouwens de aankomende dagen gaat doen. Kijken. Nou, hij laat niet. Oh, het valt nog wel mee. Maar hij zit op stand 4. En vanaf 4 begin ik altijd een klein beetje last te krijgen. En dat klopt ook wel. Het is dit. 4, oh, de 27ste neemt hij af, de 28ste wordt hij erger. En de 29ste wordt hij nog erger. Ik heb hem net eerst even uitgerust onder de bank. Want door die hoogkuts kreeg ik echt wel benauwd. Maar als ik binnen ben, dan trekt het altijd wel weer redelijk snel naar een wat normale niveau. Ik heb snel afgespoeld onder de douche. Ik had niet echt heel erg gezweet, zomaar gewoon even, toch even het sporten van me afgespoeld. En nu al klaarmaken om zeil te gaan halen. Onderweg naar school. Ik merk dat mijn hooikoorts nog niet goed genoeg zak was. Dus dat ik het, dat ik er gelijk alweer meer last van heb. Maar goed, we zeuren niet, want het is een heerlijk zonnetje. En morgen krijg ik mijn tape in de ochtend. Dus dan voel ik me weer beter. Jee, en de dag gaat snel om trouwens. En bijna weekend. Daar kan ik echt niet op wachten. Kijk wie ik gelijk weer tegen het lijf loop. Snuffy! Hi! Oh, hij is zo enthousiast. Ik krijg hem niet eens in beeld. Hij schiet gewoon weg. Kom eens hier, Snuff. Snuffy!
Ja, oh, je bent zo knuffie. Jij bent meer knuffie eigenlijk. Ja. Snuffy, ja, dat klopt ook echt. Snuffy! Zal Sarah ook wel eens straks. Nou wil ik echt knuffy zeggen. Snuffy! 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 Kom eens hier. Cookie! Hier, kijk eens. Cookie! Kom eens hier. Ja, want loopt een mevrouw en dat is interessanter. Snuff! Cookie! Moet zijn neus houden. Kijk eens hier. Oh, ben je nou rustig? Ja, hè? Hi. Het is ondertussen eetstijd en we hebben lekkere kipsoep. Oh, maar het is nog te heet en ik heb er zo'n trek in. Echt. En we gaan wel in gaan verder kijken. Want ik heb Sarah beloofd dat we samen de verhuisvideo's zouden kijken. Hey. Ja. Het was met Nisa aan bellen, maar wij vonden het een beter idee. Jojo, echt thuis in de place to be. We hebben gewoon geruild. Ja. Marco naar jou geschopt en jij hier. Sjontje. Ja. Ja, je moet wel, want er liggen natuurlijk kinderen op bed. Dus, maar ik vind het een goede wissel. De volgende keer op de bank met zak chips en dan gaan we Sander wat toe. En dat gaat ook niet, hè? Gaat niet. Nee. Oh, dat heb ik daar behoefte aan. Pff, ik ook. Echt. Ik zag vandaag wel een hele leuke van Niet vlog geschikt. Ik zag het. Nee, wel vlog geschikt. Maar het is niet leuk omdat ze het laat zien, maar ik vond hem erg grappig, maar ik kan wel laten zien. Ik wil het zien. Ja, ik heb ook nog steeds een heel leuk idee wat ik je echt niet kan vertellen. Ik heb Mark verteld, die ging ook stuk. Okay. ja. Ja, hij is echt wel leuk. Ik ga hem even delen. Kijk. Dat is leuk. Ja, maar ik denk dat ik me ook echt oprecht zo voel. Ja, het is gewoon alleen nog maar op de bar en alles pakken en helemaal los. Alles dankzij dat blijven staan, alles voor mij. Alleen het enige probleem is, wij zijn niet de enige. Iedereen wil dat. Nee, dan, ik denk dat de feesten dan zo losgaan. Ze hadden trouwens van die proeffeestjes en die mensen zeiden ook ten eerste, die ben niet meer gewend. Is dat met Jan Smit geweest bedoel je? Nee, proeffestival zegt. Gewoon DJ en zo. Maar die mensen zeiden ook, nou, ik ben nog nooit zo losgegaan. Gewoon dat je zo lang niks gedaan hebt. Een soort van al je frustratie en alles, echt alles eruit gooit. Ja, echt, die mensen zeiden, dit is echt gewoon onreëel. Irreëel, ja. Wel onrealistisch. Irreëel zeggen. Dus ik maakte zelf mijn eigen woord. We hadden van de week ook zo'n mooi woord en ik kom er niet meer op. Een mooi woord? Ja, we hadden een mooi woord. Voor? Weet ik ook niet. Weet alleen wel een heel mooi woord. Ja. Ik kan op zich hele mooie woorden verzinnen, maar ik... Het was een samenvoeging tussen woorden en toen was het echt, ja. En ik weet het meer. Oké. Stom, hè? Ja, dat heb je wel eens. Ja. Jij vergeet niks. Apart. Ja, maar dit is een spontaan... Dat vloept eruit dan en dan is het mooi en dan sla je niet op. Ook kwam er wel in dat je zei dat is een mooi woord. Ja. Ja. En jij zei ook, ja inderdaad. Ja, zo'n mooi woord. Ja, dat is eigenlijk wel een mooi woord. Is. Maar het bestaat niet, nee, ik ook nee. Stom. Oh, was het een woord die ik zelf verzonnen had? Ja, ik voegde iets samen bij toeval, omdat dat heel erg toepasselijk was op dat moment. En toen vond ik het, denk ik, nou, dat was een mooi woord. En jij zei, ja, dat vind ik ook een mooi woord. Nee, ik weet niet. En dat kan ik niet hebben. Ik weet het niet. Ik kan het zo niet hebben. Staat niet in de app dan? Ik heb het echt gezegd. Nee, het was hier. Oh nee, dat weet ik ook niet meer. Stom, hè? Ja. Ik denk dat het trouwens nog gisterochtend was, voordat we gingen wandelen. Ik kan wel. Ja. Ik weet zeker niet welke dag het is vandaag. Is vandaag maandag? Nou ja, ik ga liever naar het weekend. Ja. Iets positiefs. Nee, ik werk het weekend, hè? Ja. Het is gewoon zaterdagavond nu. Zondag ben je vrij. Het was echt zo gezellig, maar toen ging ik nog even editen en het is gelijk alweer later dan de bedoeling was. Maar goed, voor een goed doel, want ik mis de gezelligheid zo. Dat wordt steeds erger. Zo, gelijk de vaatjes aan, dat moet ik niet vergeten. En dan lekker naar mijn bedje, ik ben ook echt moe.
Dus ik hoop dat ik ook echt heel lekker in slaap ga vallen zo. Dus ik wil snel de vlog afsluiten. Ik kom lekker uit mijn woorden weer. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.